12 november 2016. RVVA en Hoek trappen af in hun onderlinge wedstrijd. Twee bekende tegenstanders van elkaar. De laatste jaren meerdere malen tegenstander van elkaar. RVVA meestal aan het langste eind trekkende. Maar vanmiddag moeten we dat dus gaan afwachten. Met RVVA een debutant, Rodney Lopez Cabral, rechtsachter. Eerste aanvallende acties van RVVA. Een combinatie tussen Julian Akatowski, weer aanwezig na zijn blessure, en Benjamin Marta loopt dan net niet goed af en kan Hoek overnemen. Dan komt Hoek hier in balbezit. Is het Guillaume Klinkenmaai die de bal naast de goal jaagt na een fout bij RVVA achterin. Dan is het wederom Klinkenmaai. Stuurt de grote weg aan de rechterkant. En die komt dan met een schot naar een goede aanval, maar die valt in handen van de keeper Danny Spelder. Ook Jesse Proost was weer terug, ondanks de blessures die hij de afgelopen weken had. En dan hier een goede combinatie over de rechterkant met Cabral. Maar die kan dan tijdig verdedigd worden door Requilio van de Pitten van Hoek. Ook Jordi Mosmans speelde weer mee na zijn debuut vorige week. Zijn goede debuut vorige week en ook vanmiddag weer een hele degelijke wedstrijd spelend. Hier een combinatie met Akatowski en Merentia. Dan gaat Benjamin Marta wordt daar weggestuurd. Die weet de keeper door de benen te schuiven en de bal binnen te werken. Maar dan is er buitenspel geconstateerd. We gaan nog een keer kijken in de herhaling. Het is moeilijk te zien. Een goede combinatie van RVVA op het middenveld. Komt hier die bal. Dan loopt daar een Marta. En dan is het maar net de vraag of dat hij wel of niet buitenspel stond. De assistentscheidsrechter vond van wel. En daardoor gaat deze goal dus niet door. En blijft het gewoon 0 tegen 0. Benjamin Marta aan de rechterkant. De bal ingespeeld richting Julian Akatowski. Komt dan met een hoogstandje in de 16. En dan de voorzet richting Marta en Bonifacia. Maar die gaan er allebei onderdoor. En Hoek kan op die manier dus weer uitverdedigen. Goeie actie van Julian Akatowski. Benjamin Marta wederom. De bal teruggespeeld. Richting Akatowski. En dan wordt hij teruggespeeld richting Marta. En die zou dan weer op het randje of net over het randje heen zijn van buitenspel. En gaat dus ook deze goal niet door. We gaan nog een keer kijken. Marta legt terug en dan krijgt hij hem in de loop aangespeeld van Julian Akatowski. En dan is er een buitenspel geconstateerd. En gaat ook dit feestje dus niet door. En blijft wederom de stand op 0 tegen 0 staan. Giovanni Franke denkt daar het zijne van richting de grensrechter. En laat dat dan ook even weten. Dan zitten we nu zo'n 8 minuten voor de rust. En dan speelt Bonifacia terug richting Danny Spelde. En komt daar Kyle Doesburg met een stevige actie op in. En dat leverde Danny Spelde een blessure op. Die blessure was dusdanig dat hij het veld ook moest verlaten. En dat zette wat vraagtekens bij de trainerstaf van RVVA. En dat kostte Patrick Woest, de assistenttrainer, een plaatsverwijzing. Die werd achter de reclameborden gesommeerd plaats te nemen. Ja, dat zou je van Patrick Woest zeker niet verwachten. Maar hij heeft zijn scheidsrechter iets toegebitst wat niet helemaal past in het beeld. Maar goed. Na een minuut of 6-7 werd de wedstrijd weer hervat. Danny Spelder was inmiddels vervangen door Jordi Gordijn. En die krijgt dan een van de eerste acties die hij dan mag doen, is de bal uit het net halen. Want een goede combinerende actie van Hoek brengt Guillaume Klinkenmaier aan de linkerkant in staat om de 0-1 binnen te schieten. Nog een keer kijken. Cabral die daar net niet lekker instapt. En dan is het Klinkenmaier die daarvan profiteert. En op slag van rust wordt de stand dan ook nog eens 0-1 in het voordeel van Hoek. Een domper voor RVVA, wat toch tegen die rust nog met een aantal behoorlijke acties kwam. Hoek krijgt hier de bal niet goed weg in de vorm van Requilio van der Pitten. Wordt hij weer opgevangen door Jordi Mosmans, gaat de bal naar Robert Kooijman. En die vindt dan aan de rechterkant in de 16, vindt hij Benjamin Marta. En die haalt dan in één keer uit. En dan via de vingertoppen van keeper Jordi de Jonge belandt die bal op de paal. Pech voor RVVA. Goed in één keer ingeschoten. De vingertoppen van Jordi de Jonge lijken er nog aan te zitten, waardoor hij afkets op de paal. Dan nog een vrije trap voor RVVA. En die gaat maar net over. Een vrije trap van grote afstand van Jesse Eggers, die dat normaal gesproken natuurlijk heel goed kan.
En deze bal gaat ook maar net over. En zodoende gaan we dus rusten met een tussenstand van 0 tegen 1. Jesse ergens de bal terug naar Godijn. En die levert dan de bal veel te makkelijk in bij Nick de Grote. Die hoeft de bal maar voor te zetten. En dan is het Keil Doesburg die daarvan weet te profiteren. 7 minuten na rust en Hoek komt op een comfortabele 0-2 voorsprong. Maar wat een fout achterin bij RVVA. De bal was de bedoeling terug te spelen richting Eggers. Maar daar zit Nick de Grote goed tussen. En die stelt Keil Doesburg in staat om de 0-2 binnen te werken. En dat is een koud kunstje zo te zien. 0 tegen 2. 52 minuten op de klok. RVVA lijkt daarmee de geslagen ploeg. En de Hoek die gaat wat makkelijker voetballen. Heeft ook de nodige routine in de ploeg. Nick de Grote weer. De bal naar de rechterkant. Wordt hij voorgezet. En dan wordt hij ingebracht door Birgen Martens. Maar die kan makkelijk gepakt worden door Jordi Godijn. Maar een goede aanval van de Hoek. Wederom Nick de Grote aan de rechterkant met de voorzet. En die wordt dan binnengekopt, tenminste een poging daartoe door Lionel Fitch. Maar die bal die gaat net naast de goal, of metertje naast de goal, maar de aanval was wel goed. Dan RVVA weer. Een foutje bij Hoek achterin. Marta legt terug richting Merentia en die zijn schot gaat net over de goal bij Jordi de Jonge. Maar ook RVVA had op die manier wel wat mogelijkheden. Was dat dan ook doordat het bij Hoek achterin niet helemaal lekker ging. Dan Hoek weer opbouwend aan de rechterkant. Met Nathan Lagroux. De bal naar Keil Doesburg. Dan gaat hij weer naar Nick de Grote. En dan komt hij daar bij Robert Kooijman. En die zijn verdedigende actie belandt bij Nathan Lagroux. En die haalt dan uit. En in de vesthoek is het dan 0 tegen 3. We hebben 68 minuten gespeeld. En halverwege de tweede helft lijkt de wedstrijd definitief beslist. Nog een keer kijken. De actie van Robert Kooijman eindigt bij Nathan Lagroux. Die haalt uit. En 0 tegen 3. En zo lijkt het dus driekwart van de wedstrijd de zaak gespeeld. Even later een vrije trap van Guillaume Klinkermeijer. Die gaat maar net naast de goal. Dan de voorzet weer richting de goal. En dan wordt hij net overgekopt. Dan RVVA na een cornerbal. Bal teruggelegd richting Julian Akatowski. Die brengt de bal in. Kan Jordi de Jonge nog redden. En dan is het Tarek Jeklef die op de goede plaats staat. En die ruim 10 minuten voor tijd RVVA op 1-3 brengt. Vrijstaand. De bal valt voor de voeten. Nadat het niet helemaal goed verdedigd wordt bij Hoek. En Jordi de Jonge zijn hand er nog wel tegen krijgt. Valt hij voor de voeten van de vrijstaande Tarek Jeklef. En die maakt dan de 1-3. Zou RVVA dan nog terug kunnen gaan komen in de wedstrijd? Er zijn nog ruim 11 minuten te gaan. Dan Hoek met een diepe bal. En dan speelt Jordi Godijn tijd zijn goal uit om de bal te onderscheppen. Maar dan komt Hoek alweer met een lange bal van Reguilio van de Pitten. En dan is het een niet helemaal goede verdedigende actie van Jesse Eggers. En dan profiteert daar de invaller Esmat Shamwari namens Hoek van. En zo komt de stand op 1-4. 1 minuut voor het officiële einde van de wedstrijd. Is ook Jordi Godijn hier kansloos. En komt dus Hoek aan een makkelijke 1-4 score. Ja, dan moet je die bal nog aan het net halen. En dan moet je nog een paar minuten verder. Is daar dan nog een mogelijkheid voor RVVA? Ja, een combinatie die eindigt bij Julian Akatowski. Maar die schiet de bal iets over de lat bij Jordi de Jonge. En na een aantal minuten blessuretijd vindt scheidsrechter Jobsen het genoeg. De wedstrijd RVVA Hoek eindigt in een 1-4 overwinning voor de mensen uit Zeeuws-Vlaanderen. Die met een goed gevoel de busreis terug zullen aanvaarden. Na afloop hebben wij nog interviews opgenomen met de beide trainers. Jannes Tant van Hoek en Giovanni Franke van RVVA. En dat alles te zien op RVVA TV.